Dan geef ik nu het woord aan burgerbelangen, de heer Van Druiten. Dank u, voorzitter. Dit procesvoorstel is het gevolg van het debakel Otterlo. Allereerst willen wij even kort terugblikken naar het proces De Lindehof in Otterlo. De communicatie was waardeloos. Onze fractie is niet te spreken over het feit dat enkele vertegenwoordigers in Otterlo vooraf geïnformeerd zijn en dat de raad compleet genegeerd is en als laatste geïnformeerd is. Wij zien dat als minachting van de raad. Vooral de oppositiepartijen waren hier zeer ontstemd over. Waren de coalitiepartijen wellicht ook al eerder ingelicht dan de oppositiepartijen? Daar willen we graag een reactie op. Ook het college kwam tot de conclusie dat zij gefaald heeft in de manier van aanpak. Des te meer is het tenenkrommend dat de wethouder tijdens de avond in de schuilplaats twitterde: Jezus was ook een vluchteling. Een blamage naar de inwoners toe om op basis van dergelijke uiting in een toeristendorp een AZC voor 600 asielzoekers erdoor te drukken. Het hele optreden van de wethouder sierde haar overigens niet. Mensen in Otterlo waren hier zeer ontstemd over. Thuis in Otterlo, dat was toch de verkiezingsslogan van het CDA? Voor wie is nu de grote vraag? Voor de inwoners of voor de asielzoekers? Dan het nieuwe voorstel. Al decennia lang is er honger in Afrika. En met een bedrag van 100 miljoen van de Edese begroting kunnen er veel monden gevoed worden. Hongersnood kost ook levens. Als wij het college vragen om een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen, dan zal de rationele keuze gemaakt worden om dit niet te doen. Met de asielproblematiek wordt het echter niet gedaan. De gemaakte keuzes op dit vlak zijn pure emotiepolitiek. Meneer Van der Schans van het CDA. Ja, voorzitter, het doet me altijd deugd als een andere fractie ons verkiezingsprogramma aan had. Ik zou de heer Van der Ruiten willen aanbevelen om daar wat meer uit te putten. En op die manier ook zijn eigen partijpolitiek is wat meer van cachetten voorzien. Voorzitter, maar hij vraagt mij... Sorry? Hij vraagt mij... Ik heb een voorzitter, volgens mij had ik het woord. Hij vraagt wat het CDA belangrijk vindt als het gaat over thuis in Otterlo, de Otterloers of asielzoekers. Voorzitter, dat is een heel simpele vraag en daar kan u een heel simpel antwoord op krijgen. Het CDA maakt geen onderscheid tussen de ene type mens en de andere type mens. Wij vinden mensen belangrijk en vinden het belangrijk dat mensen thuis zijn in Ede. En wie bent u gekozen? Meneer Van Druiten, wilt u meneer Van der Schans uit laten spreken? Sorry. Voorzitter, over de verdere reflecties rondom de opvang in Otterlo en alles wat daar heeft gespeeld, zal ik dadelijk in mijn bijdrage terugkomen. Wat was uw vraag nou eigenlijk? Want ik heb geen vraag gehoord in dit hele epistool nu. Meneer Van Druiten, u heeft nog een... Maar ik wilde wel graag op antwoorden. Ik heb geen vraag gehoord, dus u hoeft niet te antwoorden. Ik geef het woord aan meneer Geukelu van... Ik wil wel nog even weer leggen dat CDA-programma van u, dat is voor u misschien een soort uithangbord waarmee u kiezers probeert te lokken. Wij hebben een zeer uitvoerig programma. Dat is dikker dan het uwe. En dat ligt bij ons nader dan dat bij uw partij ligt. Dus ik zou zeggen, gaat u bij ons in de leer. Dan zult u zien dat u meer de burger vertegenwoordigt dan met mooie one-liners die in de praktijk helemaal geen fluit waard zijn. Nou, interessante statements. Meneer Geukelu van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Dus de sfeer is duidelijk. Wie heeft het dikste verkiezingsprogramma? Daar komen we niet verder mee, denk ik. Normaal gesproken zorgt hij voor een beetje gelach, maar nu ben ik aan de beurt. Maar ik was even benieuwd naar de relatie tussen hongersnood en wat wij daar wel of niet aan doen. En de grote nationale probleem wat we nu hebben. En de oproep van de minister en staatssecretaris om daar een bijdrage aan te leveren. Wat is daar de relatie tussen? Nou, ik merk alleen een verschil. Kijk, van de honger ga je ook dood als je in Afrika zit. Dat is hetzelfde effect. Die mensen halen we niet allemaal. Laten we niet allemaal hier binnenkomen. Dan zeggen we, nee, u bent een economische vluchteling, om iets te zeggen. En als je moet vluchten voor je leven, dan mag je hier wel binnenkomen. Ik merk daar een verschil in. Als je dan consequent bent, dan zou je die lijn moeten doortrekken. Want het gevolg is hetzelfde dat mensen doodgaan in uw redenering. Meneer Kerkeren. U bent toch met me eens dat we vanavond niet discussiëren over de vraag of die mensen hier binnen mogen komen of niet. Maar wat we gaan doen met de mensen die al binnen zijn en de uitpuilende noodvangposities. Daar gaan we het over, hebben we het vandaag over en niet over de vraag of de mensen hier binnen mogen komen of niet. Om welke reden dan ook. Nou, meneer Goglu, als u
de plannen die wij nu gaan maken, dat zijn voor de mensen die hier nu nog niet zijn. Op het moment dat deze AZC's er staan, die mensen zijn er nu nog niet. In 2016 komen er wederom, is de verwachting, 60.000 hier naartoe. Daar zijn deze plannen vooral geschikt voor. Niet voor de mensen die nu in de notenvang zitten, want die gaan niet naar de AZC's die in de onze gemeente even heren, komen. Heren. Maar goed. Ik wil deze discussie stoppen, want deze discussie gaat niet over het punt waar we het vanavond over hebben. Met alle respect voor meneer Van Druiten, deze discussie gaat over... Ja, ik snap het. Ik snap uw vraag, maar u gaat toch ver buiten het onderwerp. En ik vraag echt aan u om bij het voorstel te houden en niet de landelijke immigratiepolitiek erbij te halen. Voorzitter, ja. Mag ik nog één inhoudelijk iets corrigeren wat meneer Van Druiten zei? Als het niet over het landelijke gaat, wel. Nee, het gaat. Meneer Van Druiten zei net, maar hij noemde dat ook in zijn interruptie van daarnet, dat het hier gaat om een maatregel die we gaan nemen voor de mensen die er nog niet zijn. Dat is pertinent onjuist. Een AZC is bedoeld voor de mensen die nu in de noodopvang zitten. En dat wil ik toch wel gezegd hebben. Dat is niet waar, want er gaan straks ook mensen komen die er nu nog niet zijn. Zo simpel is ook de realiteit. Dat u daar een andere realiteit hebt, daar ben ik sowieso wel van bewust. Meneer Van Druiten, gaat u verder met uw verhaal. Maar goed. De gemeente Ede wil geld reserveren voor het opvangen van voornamelijk gelukszoekers. Ede wil erbij horen, dat is niet nieuw. Hoe meer, hoe beter en hoe nobeler het gemeentebestuur als mens, als raadslid en als partij is. Het is echter niet in het algemeen belang van de Edese burger. En daar hoort de prioriteit van een volksvertegenwoordiger ook te liggen. Er wordt alleen naar gekeken naar het belang van de mensen die naar Nederland willen komen. Met al die mensen komen ook de problemen. Maar daarvoor worden de ogen gesloten. Mohammed Rasool schreef het al in 1990 in zijn boek De Ondergang van Nederland. De Nederlander is naïef en etereert vooral zijn geweten. De Nederlander past zich altijd aan en excuseert zich veelvuldig. Hetgeen in andere culturen als een teken van zwakte wordt gezien. Er wordt niet geleerd van het verleden. Met het massaal binnenhalen van mensen met een hele andere cultuur zullen radicalisering, religieuze spanningen en cultuurverschillen gaan toenemen. De samenleving zal veranderen in een kruidvat, waarbij het buskruid ruimhartig binnengehaald wordt. Denk aan de geloofwaardigheid van man en vrouw, antisemitisme en homohaat. Vorige week werd er nog bekend dat in Amsterdam homoseksuele vluchtelingen, waarvan ik overigens wel begrijp dat zij naar Nederland toe vluchten, sinds september apart opgevangen, omdat zij met geweld en intimidatie te maken krijgen. Wordt er straks buiten de opvang ook homowijken gecreëerd? U heeft een interruptie van meneer De Pater van Gemeentebelangen. Ja, dat is een reeks aan angsten. En u baseert zich inderdaad op feiten. En die angsten deelt u met ons. En daar luister ik ook met interesse naar. Hè? Want hetzelfde geld, u kan best een punt hebben. Alleen, er klopt iets niet aan uw redenering. U zegt, doorslaggevend voor het aantal is het draagvlak. En voordat we het draagvlak gaan meten, beïnvloedt u het draagvlak. Dus wat u doet met uw visie op immigratie en op alle hele grote onderwerpen over die kleine groep mensen, beïnvloedt u het draagvlak. Dus als u het college attendeert, ga eens kijken hoeveel draagvlak er is. Heeft u van tevoren met uw angstzaaiingen dat draagvlak al beïnvloed? En dat is niet correct. Ik denk dat beide kanten in de media belicht worden, ook in deze raadzaal. Hè. Ik vertegenwoordig het tegengeluid, andere partijen het voorgeluid. Dat is goed in onze parlementaire democratie. Ik durf die keuze wel te leggen waar die hoort. Dat doet u niet. Ik wil het wel bij de burger neerleggen in een referendum. Als we het over de koopzondag kunnen hebben, dat belangrijk is in Ede. Waar het college trouwens geen enkele stelling in durft te nemen, omdat ze fijn op het plus willen zitten en het op die manier aan de raad uitbesteden. Dan denk ik dat zo'n problematiek als deze ook best bij de burger neergelegd kan worden. En die heeft echt wel de wijsheid om daar individueel een keuze in te kunnen maken. En dat kunnen ze nu niet, omdat democratisch liggen die verhoudingen hier totaal overhoop met de geluiden buiten. Ik wil... herinnert u zich mijn uitspraak aan het begin? Meneer Van Druiten, ik zou u ook willen oproepen om wat korter te antwoorden op vragen en opmerkingen. Meneer De Pater van Gemeentebelangen. Ja.
Ik ben oprecht jaloers op het applaus. Hè? Dat is mij nog nooit gelukt. Nee, maar ik wil het publiek echt zal, oproepen hier niet in mee te gaan. Ik zal zakelijk blijven. En dus lokt u dat alsjeblieft ook niet dat uit. Dat is mijn schuld, mea culpa. Nog even naar mijn punt, hè, want binnen twee zinnen schiet burgerbelang in de traditionele riedel. Hè, en ook daar ga ik niet tegenin hoor. Maar het gaat mij even, moeten we niet iets zorgvuldiger zijn, meneer Van Druijten, via de voorzitter. Moeten we niet iets zorgvuldiger zijn door gewoon de hoofdzaken en de bijzaken precies dat volume aandacht te geven die het verdient. Het is toch aan de regering om zich te buigen over open of dichte grenzen. Het is toch aan ons om de bestaande vluchtelingen, want die mensen die in 2016 bij ons in het AZC komen, die zitten in 2015 elders in een noodopvang. Wilt u preciseren? Wilt u precies zeggen wat u daarvan vindt? Ik begrijp u niet goed, hè? Want dit probleem lag helemaal niet hier. Dit probleem lag... Ja, maar meneer Van Druijten, wilt u... Ik wil graag... Oh, sorry. De anderen uit laten praten voordat u zelf reageert. Meneer De Pater, wilt u het kort houden? Ja, ik ben net zoals u geschrokken. Ik vraag gewoon om niet de islam erbij te halen. Niet te beweren dat het merendeel gelukszoekers is. Want ze worden hier nog bevraagd door de IND. Er wordt nog gevraagd van waar komt u vandaan in Syrië? Hoe zag die buurt eruit waar u vandaan komt? Verhalen worden gecheckt. We kunnen toch niet op voorhand zeggen het zijn allemaal leugenaars of gelukszoekers. Dat is toch oneerlijk? Dat heeft u mij niet horen zeggen, dat het allemaal leugenaars en gelukszoekers zijn, want er zitten wel degelijk natuurlijk ook echte vluchtelingen tussen. Alleen wij denken dat het aantal verwaarloosbaar is. En ik denk gezien het huidige asielbeleid, waarin mensen uiteindelijk vaak langer blijven dan nodig is, dat een van de redenen is waarom er geen draagvlak is, plus de problemen die het oplevert. Ik denk als die procedure eerlijker zou zijn, als de IND daadwerkelijk dat verschil kan maken, want daar ben ik absoluut niet van overtuigd, meneer was van het draagvlak ook groter geweest. Wilt u proberen ook bij het onderwerp hier te blijven? Mevrouw Van Drongelen van de ChristenUnie. Ja, dank u wel. Ik heb een hele tijd te wachten, dus ik moet even denken wat ik ook alweer... Ik had twee dingen. Het ene is in elk geval, u noemde net de rol van het college hierin. Ik wil u er graag aan herinneren dat er verschillende momenten zijn geweest waarop er door een overgrote meerderheid van de raad moties aangenomen zijn waarop het college aan het werk is gegaan. En dat is ook democratie en de mening van het volk hoort daar absoluut ook bij. Dat kan door de volksvertegenwoordigers heen, dat kan straks ruimschoots in het proces wat gaat komen. Tweede ben ik kwijt, wellicht kom ik terug. Nou, kort gezegd kan ik daar wel op antwoorden, dat klopt. En er ligt natuurlijk ook een taak bij de burger om de lokale overheden straks met de verkiezingen daar op af te rekenen. En als die dat laat liggen en kiest voor partijen die hun belangen niet goed verdedigen, ja, daar ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de burger daarin. En als u dat belang wil verkwanselen, bent u daar vrij in. Mevrouw Van Drongelen. Ja, op dat laatste ga ik maar niet in. Ik ben, heb het weer wat het tweede punt was. U houdt een heel betoog en daarmee zitten we deels volgens mij weer in de landelijke problematiek. Maar mijn vraag aan u is, behalve wat er allemaal niet kan, wat is uw oplossing? Nul. Dat is mijn oplossing. En trouwens, wij hebben het niet... U maakt het een lokaal probleem. Het was een landelijk probleem, maar we zijn proactief als een soort zelfkastijding naar het COA gegaan, omdat we wat willen doen. Er is ons helemaal geen vraag gesteld. Dus het is feitelijk door u een lokaal probleem gemaakt. En dan gaat u mij verwijten dat ik er een landelijk probleem van maak. Ik ligt hier een lokaal raadsvoorstel en daar reageer ik op. Meneer Van Druijten en mevrouw Van Drongelen, u wordt het hier niet over eens. Ik wil u allebei oproepen om het niet naar het landelijke te trekken. Het te hebben over de opvang en het procesvoorstel wat we hier behandelen. Dus meneer Van Druijten, ook naar uw verhaal, probeer het op to the point te houden en niet de hele wereldpolitiek erbij te betrekken. Ik heb net ook naar de bijdragers van GroenLinks geluisterd en dat ging voornamelijk ook om een hele inleiding en daar kon het wel. Alleen als je dus tegen bent, dan wordt die inleiding afgekapt. Ja, u heeft ons... Ik af en ik waardeer het echt niet dat het publiek toch niet doet wat we gevraagd hebben. We moeten elkaar leren respecteren en dus ook de regels van dit huis leren respecteren. En dat geldt ook voor meneer Van Druijten, dat hij moet respecteren dat het onderwerp aan de hand, dat hij daarover moet hebben en niet over van alles en nog wat. Maar u heeft al meer tijd gebruikt dan mevrouw Oud. Maar gaat u verder met uw verhaal met mijn opmerking in uw achterhoofd? Dat ga ik proberen te doen. Ook is het geen geheim dat christelijke vluchtelingen met bedreigingen van doen hebben
Hoe vaak heeft onze fractie het verweer wel niet gehoord dat IS niets met islam van doen heeft? Islamoloog Halim El-Makouri denkt daar heel anders over. Hij zette het onlangs nog keurig uiteen met een artikel. IS is in niets strijdig met de islam. Zeker de moeite waard om te lezen. Stond overigens in de Volkskrant. Dus het is een relatief voor u wel goed te verteren medium. Ook in Engeland zijn sharia-banken, rechtbanken al een feit. Met een gehele andere bevolkingssamenstelling zal dat ook in Nederland geheel gedemocratisch ingevoerd kunnen worden. Voorzitter, wij willen wel in Ede onze vrije westerse samenleving behouden. Ook de criminaliteit gaat toenemen. Zeker gezien er in ons land al zo'n 1,4 miljoen mensen in armoede leven. Het is onverantwoord om deze groep groter te maken. De werkelijkheid is namelijk dat de toekomstige statushouders massaal instromen in de bijstand. En het overgrote deel daarvan in de onderklasse blijft hangen. Mensen kunnen zich hier moeilijk aan ontworstelen. Meneer Van der Uyt, ik moet u nou toch ernstig toespreken. U gaat niet in op het procesvoorstel. U gaat niet in op de kaders die wij behandelen. U behandelt het beleid wat we landelijk vaststellen. En het is al 10:30. Zou u zich niet willen beperken tot wat hier aan de orde is? Dat doe ik een ernstig beroep op u om dat toch te doen. Om alleen te bespreken over wat we hier behandelen. De rest van uw verhaal plaatst u alstublieft op uw website. Maar daar gaat het vanavond niet over. Ja, ik vind dat heel dubbel, want de meeste tijd wordt opgesoupeerd door interrupties. Als ik mijn verhaal had kunnen voorlezen, dan had het misschien 2-3 minuten gekund. En ik constateer ook dat u zei aan het begin, ja, we worden niet gehouden aan de spreektijd, want het is een dermate belangrijk onderwerp, hoor ik ook iemand zeggen achter deze tafel vanavond. Meneer Van der Uyt, ik ga niet met u in discussie, dat is ook een belangrijk onderwerp, maar houdt u zich dan ook bij het onderwerp en haalt er niet allerlei andere dingen bij? Ja, maar ik moet toch kunnen duiden waarom ik met het procesvoorstel niet akkoord ga. Dat heeft namelijk een ideologische grondslag. Dat is niet, ja, zo simpel is het. En wij staan wel voor onze principes, dus dat wil ik dat graag toelichten. Het lijkt me dat u dat voldoende heeft toegelicht. Goed, ik leg het toch uit. We zien nu al in Nederland de sociale zekerheid achteruit gaan, ook in Ede. Denk aan de bezuiniging op de zorg, de uitkeringsduur en ga ook maar door. De druk neemt ook toe, vooral op verloedering en veiligheid. Voorzitter, de opvang is niet tijdelijk. De overheid kan geen onderscheid maken tussen vluchtelingen, economische gelukszoekers en terroristen. Het is verkapte immigratie, met alle problematiek van dien. Dit is voor veel mensen een reden om tegen te zijn. Als deze mensen al na een bepaalde tijd werkelijk allemaal terug zouden gaan naar het land van herkomst, dan denk ik dat er alleen maar voorstanders op deze tribune hadden gezeten. Maar dat is niet het geval. Tot slot, voorzitter, de kaders en het draagvlak. Het aantal van 600 is tot stand gekomen op verzoek van het COA. Zij hielden vast aan dit getal tijdens de onderhandelingen over de Lindenhof. Dat is nu van de baan. Waarom houdt het college dan nog steeds zo nodig vast aan minimaal 600 asielzoekers, exclusief de mensen in de noodopvang en statushouders? Waarom wordt er geen maximaal kader gesteld? Of staan de deuren in Ede zo wijd open en maakt het niet uit wat het uiteindelijke aantal wordt? Beseft u dat als deze plannen in 2016 afgerond zijn, dat Ede in 2016 al meer dan 1200 mensen opvangt? En zonder maximum te stellen kan het aantal oplopen. Ja, voorzitter, waar ligt de grens? 370 in de noodopvang, 600 in de AZC en zo'n 300 statushouders. In het voorstel is er sprake van meer draagvlak creëren en dat de keuze van kleinschalige AZC's hiertoe bijdraagt. Waar is het gegeven op gebaseerd? Beseft het college ook dat er een hele grote groep is die helemaal geen AZC in Ede wil? In dat opzicht heeft het college weinig geleerd. Enkel de procedure is gewijzigd. Aan het feit dat een enorme grote groep inwoners tegen is, wordt in het plan geheel voorbij gegaan. En voorzitter, onze fractie komt op voor deze mensen. Deze inwoners van Ede, welke deze plannen allesbehalve omarmen. Het proces kan er wel transparant zijn, maar het is niet onbekend dat veel van deze mensen niet in het openbaar hun mening durven kenbaar te maken. De stempel racist vliegt gauw om de oren. Daar is niet veel voor nodig. En anders maakt men wel een eigen invulling. Mensen monddood maken noemen wij dat. Een eerlijke discussie is onmogelijk en dat is zeer spijtig, want de argumenten zijn terecht. En dan heb ik nog 2 zinnen, voorzitter. Al deze ontwikkelingen staan haaks op de belangen van de mensen die hier al wonen. Die al te maken hebben gehad met de verschillende bezuinigingen. Gemeenteraad, genoeg is genoeg. Stelt u nu eens de belangen van de huidige inwoners voorop. Men voelt zich straks niet meer thuis in Ede. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Uyt. En dan geef ik nu het woord aan meneer Gurgelu van de Partij van de Arbeid.